draadloze router sluit je aan op je modem. In de meeste gevallen ontvang je zo'n modem van je provider, zoals van Ziggo, KPN of Telfort. Het belangrijke van een modem is dat hij het signaal dat binnenkomt in je huis omzet naar een bruikbaar signaal, voor bijvoorbeeld telefoon, internet en televisie. De meeste modems hebben tegenwoordig voort een wireless ontvanger. Dat wil zeggen dat je ook een draadloos signaal kunt versturen via je modem. Dat is handig omdat je dan met één apparaat klaar bent. Echter valt het bereik en de snelheid van de standaard modem vaak tegen. Om die snelheid te kunnen boosten, kun je zo'n aftermarket router plaatsen. Een aftermarket router heeft vaak betere componenten, waardoor je een betere snelheid en een beter bereik in je huis kunt bereiken. Het plaatsen van een router is relatief eenvoudig. Het is een stuk simpeler geworden ook dan een aantal jaren geleden. Je sluit de router aan op het modem met behulp van een netwerkkabel. Als je een meegeleverd modem van je internetaanbieder gebruikt, zoals Ziggo, KPN of Telfort, moeten soms de instellingen van dit modem aangepast worden. Bij de meeste modellen is dit echter niet meer noodzakelijk. Sluit het modem aan met de netwerkkabel op de WAN-aansluiting van de router. Deze poort is meestal duidelijk onderscheidend gemaakt van de LAN-poorten. Zet vervolgens de router aan. Het opstarten van de router kan een paar minuten duren. Zodra het apparaat is opgestart, kun je netwerk gaan instellen, zoals de naam van je wifi-netwerk en het wachtwoord. Dat kan via een computer of tablet, of door het downloaden van een app. Het instellen van de router is vaak in een aantal simpele stappen gepiept. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je router. Nadat de router is ingesteld, kun je apparaten verbinden via een kabel op de LAN-poorten of via de wifi-verbinding, zoals je laptop, je tablet, je mediaspeler of je telefoons. Een kabelverbinding werkt direct, maar als je een apparaat voor de eerste keer met het wifi verbindt, moet je je nieuwe netwerk selecteren en het wachtwoord invoeren. Een snel thuisnetwerk begint met een goede router. Kijk voor meer tips op onze website of bekijk onze andere videotutorials. Wij helpen jou om je ultieme netwerkervaring te bouwen.